Nou, zomaar plotseling de gelegenheid om eens een echte video op te nemen en jullie het een en ander te vertellen wat ik doe in het House of Life in Abydos. De meeste van jullie weten dat mijn profession een muziektherapeut is, dat muziek al mijn leven lang de tool is waarmee ik mijn medemens bijsta, van baby tot aan diegene waarvan men weet dat het einde van het leven nadert. En ook met degene die in dit leven zoveel pech hebben gehad of zulke slechte beslissingen hebben genomen, dat ze dus werkelijk voor een hele poos lang ter beschikking kwamen van de regering, dus een TBS-kliniek. Sinds 2007, 8, 9 ben ik in het oude Egypte terechtgekomen. Dat wil zeggen het moderne Egypte, maar ik hou me bezig volledig met het oude Egypte. Ik moet zeggen dat dat een enorme schat aan kennis naar mij toe heeft gebracht. En waar ik eigenlijk die zielenkennis heb opgedaan waar ik destijds al zo lang desperate naar op zoek was. Maar het gek genoeg niet meer hier in mijn eigen leven, mijn goede leven, let wel, mijn goede leven hier met mijn familie en in mijn dorp, let wel, het goede leven. Maar die kennis van de ziel, die kon ik niet vinden. Zelfs niet toen ik de opleiding deed als muziektherapeut en ik de vragen stelde, die werden afgedaan als metafysische vragen die zij niet konden beantwoorden. En dat was één grote teleurstelling voor mij. Dus ik wist eigenlijk na die opleiding dat ik zelf op zoek moest gaan. Nou, de mensen die in het begin met mij mee naar Egypte zijn geweest, wisten of weten dat ik destijds vaak mijn harpje meenam. En dat is een harp die kleiner is als deze en even nu niet hier is. Want waarschijnlijk heeft Fleur mee, onze jongste dochter, die ook muziektherapeut is en die in de ouderenzorg werkt en veelal de harp inzet. Dus het heen en weer nemen van de harp naar Egypte in het vliegtuig was altijd stressvol. Want dat kleine harpje, dat kon precies in de bagagevak. Maar ik was altijd zeer bezorgd dat andere mensen daar toch plotseling een of ander iets zwaars op kon leggen. En uiteindelijk besloot ik om de harp niet meer mee te nemen. En bedacht ik mij van oké, dan moet ik een andere harp meenemen. En dat werd uiteindelijk vorig jaar deze. Maar deze is gewoon echt een slag groter en die kan dus absoluut niet mee in de bagagevak boven je stoel. Dus die moet letterlijk verpakt en verscheept of in het vliegtuig naar Abydos worden gebracht. Dus daar kan ik me nog steeds niet toe zetten, want iedereen weet hoe ik altijd bepakt en beladen naar Schiphol reis en welke horrorreizen ik vaak heb meegemaakt, treinen die plotseling niet meer doorrijden, et cetera, et cetera. Dus altijd weer op zoek wat ik in het House of Life in Abydos kan inzetten, kwam ik deze lier tegen. Van Duitse makelij. Ik ben altijd zeer gecharmeerd van Duitse makelij, want ik weet altijd dat zij hele mooie instrumenten afleveren met goede kwaliteit. En ik kan altijd heel erg dingen op het gevoel kopen. Wat ik eigenlijk nu ontdekt heb met dit kleine lier, met deze kleine lier, dat ik heb hem gestemd in de Abydos-scale. Nou, wat is dat nu? Nou, dat is een stemming. Je stemt de snaren op een bepaalde manier
En je krijgt die typische oude Egyptische toonladder. En Annie Williams, zij is een harpiste. Was natuurlijk altijd weer een heel mooi, wonderlijk verhaal. Hoe je toch altijd weer die dingen tegenkomt. Ik kende haar niet. En in 2009, 2010, 2011 was alles nog anders in Egypte, in het hedendaagse Egypte. En hadden wij de gelegenheid om in de tempel van Abydos, had ik de gelegenheid en anderen, om in de tempel van Abydos te kunnen zingen. Ik nam altijd mijn fluit mee. En voordat ik mijn meditaties begon in de tempel, speelde ik dan voor een minuut op de fluit. En heel intuïtief, want ik improviseer alles, heel intuïtief gebruikte ik een bepaalde toonladder. En toen ik jaren later, dus bij toeval, op Annie Williams stuitte en zij het over die Abydos scale had, bleek dus dat wij exact dezelfde toonladder gebruikten. En vanmorgen kwam ik op het idee, want deze leer, eens even kijken, waar is dat koffertje? Neem het koffertje laten zien. Waar is het koffertje? Oh ja. Kijk, mooi koffertje erbij. Kan zo in mijn koffer zelfs. En toen dacht ik, hey joh, ik ga die leer stemmen in de Abydos scale. Nou, dat heb ik gedaan. En ik wil jullie het even laten horen, want weet je wat zo ontzettend leuk is? Wat een muziektherapeut altijd heel graag wil. Het wil altijd iedereen aanzetten tot muziek maken. Omdat ze zelf weet hoe ontzettend waardevol het is. En dit instrument stemmen in de Abydos scale, laten we dat, de Abydos toonladder, maakt dat je helemaal niets van muziek hoeft te weten, maar dat je dus heerlijk kan improviseren. Want wat ik doe, is altijd improviseren. En dat ga ik nu even laten horen aan jullie. Dus ik zal jullie even laten horen. Ik heb dus deze grotere harp, die heb ik dan in die Abydos scale gezet. En voor de muziekkenners onder jullie, ik zal het dat even opnoemen. Dat is dus, ik stem hem in de D, ja, de D en de S, de Fis, de G, de A, de Bes, de C. En dan krijg je dit. Dus ook met deze lier gedaan. En vervolgens kun je dus heel heerlijk improviseren. Luister maar, ik doe zomaar wat, hè. En als ik nu wil, dan zou ik daar ook nog kunnen bij gaan zingen. Dan pak ik alleen maar een toon. Bijvoorbeeld deze. Ik doe zomaar wat. Oeh, en ik hou deze toon aan. Oeh.
Nou ja, je hoorde al, ik begon al iets anders te doen. Kan ik ook niet laten. Nou, dit is even de introductie van de leer. Die ik dus op 20 april, als ik weer naar Abydos reis, om daar de course Ancient Egyptian Healing te begeleiden. En om daarna tot 8 juni nog daar te blijven om andere programma's te begeleiden. En deze leer die gaat mee en die zetten we weer in tijdens onze meditaties, tijdens onze meetings. En als je er meer over wilt weten, want dit instrument is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft er geen muziek, echt muziek voor te kunnen weten. Het is altijd heel erg fijn dat je wat weet, maar je kunt improviseren. Het is alleen een kwestie dat je de snaren op een bepaalde manier stemt. En daar wil ik jou natuurlijk met alle plezier bij helpen. Want dat kun je ook allemaal zelf. Ja? Nou, dit was het. Oké, tot ziens. Dag, dag.